Welkom bij de voorlichting profielkeuze voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Mijn naam is Daphne Dokter en ik ben decaan op Noordic Informshoop. Normaal gesproken gaan wij de voorlichting geven op school en krijgt u ook na de voorlichting altijd de mogelijkheid om binnen de profielen te gaan kijken wat het allemaal inhoudt. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk gezien alle coronamaatregelen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om het dit jaar online te gaan doen. En we hopen u op deze manier toch voldoende informatie te kunnen geven, zodat u samen met uw zoon of dochter kunt gaan kijken welk profiel de beste keuze voor hem of haar is. Ik ga het met u hebben over de leerwegen binnen het VMBO, de profielen en de keuzes, het keuzeformulier en de lessentabel, het leerwerktraject, oftewel het LWT, en de stap van het VMBO naar het MBO, ook al duurt dat misschien nog eventjes. Het gaat vrij snel de tijd, voor het weten is het zo. De leerwegen binnen het VMBO. Binnen het VMBO zijn er verschillende leerwegen. We hebben de basisberoepsgerichte leerweg, we noemen dat BB, afgekort. En hier valt ook het LWT, oftewel het leerwerktraject, onder. Een leerling die het basisberoepsgerichte leerweg heeft afgerond, inclusief de LWT, die kan doorstromen op het MBO naar een niveau 2 opleiding. Daarnaast is er de kaderberoepsgerichte leerweg, oftewel KB. Deze leerlingen die stromen door na het behalen van hun diploma naar een MBO opleiding op niveau 3 of niveau 4. Daarnaast is er nog de MAVO, dat is het gemengde en het theoretische leerweg, oftewel PL. En ook deze opleiding bereidt voor op een MBO niveau 3 of 4 opleiding. Binnen het VMBO zijn er verschillende profielen. We hebben een heleboel profielen waarvan wij in Vroomshoop er 4 aanbieden. De 4 profielen die wij aanbieden in Vroomshoop zijn bouwen, wonen en interieur, BWI. Produceren, installeren en energie, dat is PI. Zorg en welzijn, ZMW. En economie en ondernemen, ENO. Daarnaast zijn er ook nog de volgende profielen binnen het VMBO. Agrarisch, daarvoor moeten we dan denken aan, aan bijvoorbeeld het Zonnecollege, die biedt dat aan. Horeca, bakkerij en recreatie. Groen, mobiliteit en transport. Media, vormgeving en ICT. Maritiem en techniek. En dienstverlening en producten. Zoals gezegd bieden wij in Vroomshoop een 4-tal profielen aan. Een van deze profielen is BWI. BWI, wat net ook al was aangegeven, is bouw, wonen en interieur, leidt inderdaad op voor een opleiding op MBO niveau, niveau 2 of niveau 3 of 4. En dat is dus uiteraard richting de bouw. Leerlingen die kiezen voor het profiel BWI, die willen graag richting de bouw of wooninrichting, interieur en dergelijke. Alles wat ook maar met de bouw te maken heeft, dat vind je in dit profiel. Wanneer een leerling kiest voor het profiel BWI, dan kiest hij daarnaast ook een aantal modulen. Er zijn een aantal vaste modulen, zoals bouwproces en voorbereiding, het bouwen vanaf de fundering, hout- en meubelverbinding, design en decoratie. Dit zijn vaste modulen die elke leerling die kiest voor BWI gaat volgen. Daarnaast zijn er ook een aantal keuzemodulen. Hieronder staat het al wel: constructieve aansluiting en afwerking, interieurbouw, stents en betimmering, schilderen en afwerken van hout en steenachtige ondergronden, daken, kapconstructies van hout, etc. U kunt wel zien aan de verschillende keuzemodules en ook aan de vaste modules dat BWI een vrij breed profiel is. Het leidt niet alleen maar op, zoals wat heel veel mensen misschien denken, echt alleen puur in de bouw. Maar er zijn ook een hele hoop andere mogelijkheden die daar aangeleerd zijn. En te denken valt dus inderdaad aan design en decoratie. Bijvoorbeeld interieurdesign is bijvoorbeeld ook een richting waar je op kan met de module met het profiel BWI. Dan hebben wij het profiel PI, produceren, installeren en energie. Vroeger werd het ook wel het stukje metaal genoemd of elektrotechniek. Het
Tegenwoordig is dat allemaal samengevat in produceren, installeren en energie. Eigenlijk vat het al de drie de woorden, geeft het eigenlijk al aan wat het inhoudt. Ook hier volgt een leerling een aantal vaste modules en heeft een leerling een aantal keuzes. De vaste modules zijn dus weer ontwerpen en maken, het bewerken en verbinden van materialen, besturen en automatiseren, installeren en monteren. Nou, dat heeft onder andere te maken dus met een stuk elektriciteit. En daarnaast heb je nog een aantal keuzemodules. En dat zijn plaat- en constructiewerk, verspaningstechnieken, praktisch booglassen, drinkwater en sanitair, booglasprocessen en woon- en kantoortechnologie. Ook dit profiel is een heel breed profiel waarin je heel veel kansen op kan. Dan hebben we het profiel zorg en welzijn. Nou, de meesten zullen wel denken zorg en welzijn, nou dat is iets in de zorg. En wat houdt welzijn dan in? Welzijn moet je dan denken aan bijvoorbeeld maatschappelijk werk of alle andere beroepen die wel iets met zorg te maken hebben, maar niet direct met het fysieke verzorgen van mensen. Ook hier is een aantal vaste modules die de leerlingen volgen wanneer zij kiezen voor het profiel zorg en welzijn. Nou, dat is dus mens en gezondheid, mens en omgeving, dus alles wat waar de mens mee te maken krijgt, mens en activiteiten en mens en zorg. Nou, naast de vaste modules zijn er dus inderdaad ook hier weer keuzemodules. En onder andere welzijn kind en jongeren, kennismaking met uiterlijke verzorging, zoals bijvoorbeeld de schoonheidsspecialist of de kapper. Daarnaast assisteren in de gezondheidszorg. Dan moet je dus echt denken aan bijvoorbeeld de beroepen zoals doktersassistent, maar ook verzorgende IG en dergelijke. Dus dat zijn echt assisterende in de zorg. En welzijn, volwassenen en ouderen, maar ook bijvoorbeeld sport en bewegingsactiviteiten, dat valt ook onder het profiel zorg en welzijn. En verzorging, huidverzorging en gastheerschap. Dus bijvoorbeeld echt richting de horeca of toerisme, dat zijn ook mogelijkheden, mogelijke uitstroommogelijkheden, wanneer je kiest voor het profiel zorg en welzijn. En dan hebben we als laatste profiel wat wij op het Noordic in Vroomshoop aanbieden, het profiel economie en ondernemen. Nou, economie en ondernemen spreekt wel aardig tot de verbeelding. Economie, alles wat met administratie, financiën en dergelijke te maken heeft. En ondernemen, alles wat met handel, verkoop, etc. te maken heeft. Ook hier hebben we weer een aantal vaste modules, commercieel, secretarieel, logistiek en administratie. We denken valt dan aan beroepen in de distributie, zoals bijvoorbeeld de grote magazijnen die de supermarkt en dergelijke bevoorraden. Maar ook bijvoorbeeld een commerciële functie, bijvoorbeeld bij in een winkel, dus als verkoper. Maar ook een secretariële en administratieve functie. Een aantal keuzemodulen zijn bijvoorbeeld office management, presentatie en styling, wanneer je leuk vindt om etalages en dergelijke in te richten. Mode en design, wanneer je echt heel erg houdt van het zelf tekenen en het zelf maken van kleding en alles wat met mode en design te maken heeft. Dit bereid je ook weer voor op een opleiding bij het CIBAB. Distributie, wat ik net ook al aangaf. Marketing, dus maak het onderzoeken en het kijken van goh, waar is nou behoefte aan. Ondernemen en een webshop. Webshop is de afgelopen maanden is dat natuurlijk steeds, zijn mensen daar steeds meer gebruik van gaan maken. En hier zit ook echt wel toekomst in. Dan komen we uit bij het keuzeformulier voor de basisberoepsgerichte leerweg. Als we kijken, zien we inderdaad het beroepsgerichte profielvak, hebben we dan BWI, PI, Economie en Ondernemen en Zorg en Welzijn. Je maakt dus een keuze uit een van deze profielen. Op het moment dat je bijvoorbeeld kiest voor het profiel BWI, dan heb je een aantal verplichte vakken. Die heb je bij alle andere vakken, heb je die, of andere beroepsgerichte profielvakken heb je die dus ook. Dus overal staan dezelfde verplichte vakken. Dus elke leerling, ongeacht of je nou BWI, PI,
economie en ondernemen of zorg en welzijn kiest, heb je altijd hetzelfde verplichte vakpakket. Daarnaast heeft elk profiel heeft een eigen profielgebonden vak. Bij BWI en bij PI is dat NASP, dus natuur, scheikunde 1. Dat kies je dan, dat krijg je er verplicht bij en daar doe je dan onder andere, ook examen in. Op het moment dat je in het vierde leerjaar zit. Kies je voor economie en ondernemen, dan is je profielgebonden vak economie. En kies je voor zorg en welzijn, dan is je profielgebonden vak is biologie. Als je goed kijkt, zie je dat bij zorg en welzijn iets minder vakken staan bij het verplichte deel. En om natuurlijk wel te zorgen dat elke leerling evenveel lessen heeft, evenveel uren les ontvangt, is er gekozen om voor zorg en welzijn nog een extra keuze te maken. Leerlingen kiezen dan voor of geschiedenis, of aardrijkskunde, of wiskunde. Wanneer een leerling het niet heel goed weet of hij of zij nou bijvoorbeeld wel of niet iets met economie wil gaan doen, twijfelt tussen zorg en welzijn of BWI, dan is het altijd aan te raden om ook te kiezen voor het vak wiskunde. Waarom? Je bent dan net even wat breder opgeleid en je hebt dan nog net even wat meer mogelijkheden, wat meer keuzemogelijkheden, ook wanneer je richting het mbo doorstroomt. Dan komen we bij het keuzeformulier kader beroepsgerichte leerweg. Ook hiervoor geldt inderdaad, je kiest een profiel, BWI, PI, economie en ondernemen of zorg en welzijn. Je hebt een aantal verplichte vakken, dat is bijna allemaal hetzelfde. Alleen zien we dan bij economie en ondernemen dat daar dan ook nog Duits bij staat. En dan zien we ook weer de profielgebonden vakken bij BWI en bij PI is dat natuurscheikunde. Bij economie en ondernemen is dat economie. En bij zorg en welzijn is dat biologie. En ook hier maak je weer een keuze uit geschiedenis of aardrijkskunde. Wiskunde zit bij de kader beroepsgerichte leerweg, is verplicht bij elk profiel. Dus dat is echt ook een verplicht vak. Dan hebben we het leerwerktraject, het LWT afgekort. Wat is het leerwerktraject? Het leerwerktraject is voor gemotiveerde en praktische leerlingen. Dus wij noemen dat altijd de willers en de kunners. Wanneer je het toch wat lastig vindt om bijvoorbeeld je aandacht altijd op school erbij te houden, de echte theorievakken en dergelijke, dat het je toch wat minder aanspreekt en dat je toch eigenlijk net iemand bent die liever met zijn handen werkt of die liever aan het werk is dan dat hij met zijn neus in de boeken zit, daar is het leerwerktraject een hele goede optie voor. Je gaat 2 dagen in de week stage lopen en 3 dagen in de week ben je op school. Nou, daar zie je al in dus dat het stuk theorie is dus al minder. Je leert dus ook echt heel veel in de praktijk. Ook hiervoor kies je dus een profiel. En bij dat profiel hoort natuurlijk ook dan dat beroepsgerichte vak. Dus bij BWI en bij PI is dat dan dus NASC. Zorg en welzijn is dat dan biologie. En economie en ondernemen is dat dan weer economie. Daarnaast heb je 3 algemene vakken waar je dus ook examen in doet. Nederlands, wiskunde en dus je profielgebonden vak. Je verlaat de school ook met een basis beroepsgericht diploma. Dus gewoon met een VMBO, BB diploma en je bent toelaatbaar op het MBO op een niveau 2 opleiding. Wat ik veel zie is dat leerlingen die kiezen voor een leerwerktraject uiteindelijk ook kiezen op het MBO voor een BWL-traject en dat is een beroepsbegeleidende leerweg. Dus dat is dan 4 dagen in de week aan het werk en 1 dag in de week naar school. Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het al zover en ga je van het VMBO naar het MBO. Het is altijd goed om daar alvast eens eventjes over na te denken. Waarom? Omdat uw zoon of dochter gaat volgend jaar alweer naar het 3e schooljaar toe, 3e leerjaar. En dat betekent dus nog 2 jaar, dus de eerste helft zit er alweer op. En dat betekent dus nog 2 jaar voordat hij of zij examen doet. En in die tussenliggende periode is het alvast heel goed om je te gaan oriënteren op wat zou je straks, als je je examen hebt gedaan, voor een opleiding willen gaan volgen. Dan is het goed ook om te weten dat vanaf het 3e jaar je al de open dagen en
alle voorlichtingen gaan volgen. Op dit moment is het wat lastig in verband met alle coronamaatregelen. En zijn de meeste open dagen zijn online open dagen. Maar goed, we hopen maar dat we misschien dan het volgende schooljaar dat het niet meer zo is. En dat het dan wel mogelijk is om de scholen weer te gaan bezoeken. Wat goed is om te weten is dat de ROC's, de regionale opleidingscentra, en de AOC's, de agrarische opleidingscentra, bieden opleiding aan op mbo niveau 1 tot en met 4. Nou zult u denken van, goh, ik heb helemaal nog niet één keer het niveau 1 voorbij horen komen, want ik heb alleen nog maar niveau 2, 3 en 4 voorbij horen komen. Dat klopt. Niveau 1 is echt een opleiding wanneer een leerling bijvoorbeeld het examen niet haalt en het dan niet voor kiest om nog een jaar opnieuw examen te doen, dus opnieuw het examenjaar te gaan doen, maar er dan voor kiest om van het VMBO af te gaan, dan helaas wel zonder diploma, en dan is er de mogelijkheid om op niveau 1 te starten. Dat betekent dus dat je langer onderweg bent om op het punt te komen waar je bent. Voor sommige leerlingen is het een hele mooie oplossing. Voor de meeste leerlingen geven wij toch altijd aan, stel je voor dat het niet lukt, doe het nog een jaartje over en stroom netjes in op een niveau wat bij je past. De BOL, de beroepsopleidende leerweg. Ik heb net ook al even heel kort de BBL aangegeven. De beroepsopleidende leerweg is een opleiding die op het mbo die je 5 dagen in de week naar school laat gaan. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat nu is. Daarnaast heb je stageperiodes. En dus eigenlijk met name dat de theoretische weg is. En daarnaast hebben we de BBL, de beroepsbegeleidende leerweg. Het zegt het eigenlijk ook wel een beetje. Je wordt begeleid tijdens richting je beroep 4 dagen in de week. Sommige scholen doen soms 3 dagen in de week. Ga je aan het werk, ben je ook daadwerkelijk dienst bij een werkgever en 1 of 2 dagen in de week ga je naar school om je theorie op te doen. Dus je leert het echt op de werkplek. Als ik kijk naar alle scholen die bij ons in de regio zitten, dan hebben we het ROC van Twente met vestigingen in Almelo, Hengelo, Enschede, maar ook in Vroomshoop, de BOVO, Rijsa. Holten hebben ze ook nog een afdeling. En daarnaast hebben we dan Deltion. Deltion zit in Zwolle. Alpha College in Harderberg en in Hogeveen. Landstede in Zwolle en in Raalte. Menso Alting zit ook in Zwolle. Het SIBAP, de creatieve opleidingen zijn dat met name, die zitten in Zwolle. En het Zone College in Almelo, Harderberg en Zwolle. En Doetinchem, Beteren, nog heel erg ver weg. En dan hebben we PIO nog. PIO is voor de project. Opleiding. Profielkeuzeformulieren. De mentor deelt de formulieren aan de leerlingen uit in zijn of haar mentorklas. U vult samen met uw zoon of dochter het formulier in en bevestigt de gemaakte keuzes met een handtekening onderaan het formulier. Daarna levert uw zoon of dochter het formulier uiterlijk op 11 februari weer in bij zijn of haar mentor. Einde van de voorlichting. Mocht u nog vragen hebben, zijn er dingen onduidelijk, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Zoals in de brief die u heeft ontvangen, staat daar ook mijn gegevens in. U kunt mij daar mailen. Mochten er andere vragen zijn die echt meer gericht zijn op de profielvakken, dan kunt u zich richten op het teamleider. En die zal dan ervoor zorgen dat de vragen worden beantwoord. Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd. En mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag van u. Bedankt voor uw tijd.